Je hebt nu rust te horen. Hallo. Wat niet? Gaat u morgen nog kijken naar de triathlon? Hallo? Gaat u morgen nog kijken naar de triathlon? Triathlon? Triathlon. Triathlon, geen belangstelling meer. Heeft u dan wel eens een triathlon gezien? Heeft u wel eens een triatleet gezien? Triatleet, meneer? De enige triatleet die ik ken, meneer, die zit hier onder water. Meneer, zou je een beetje rustig kunnen weten, want die jaagt mijn triatleet er zo weg. Onze wethouder van sportzaken, mevrouw Huygen. En dat gaat dus exact om 8 uur gaat dat gebeuren. Voor hen die nog geen startnummers hebben, verzoeken wij met hun deelnemers kaarten te gaan naar de hoofdingang van Zwembad de Does. En daar kunnen zij hun startnummers ophalen op vertoon van hun deelnemerskaart. Deelnemerskaarten dus. Dan verzoek ik u allen zo snel mogelijk uw plaats in te nemen, want de tijd gaat zo langzamerhand springen. Hartelijk dank, mevrouw Huygen, voor uw woorden. We hebben nog inmiddels, het is 7, 8, 50 en 46 seconden. Dus tijd genoeg nog om wat nerveus te blijven staan. Wij zullen u exact om 8 uur de gelegenheid geven om in het water te gaan. De samenwerking tussen Zwembad de Does en Sportschool van Hout heeft ervoor gezorgd dat u vandaag kunt starten voor de Leiderdeutsche Triathlon. Wij hopen van onze kant dat u een fijne dag eraan zult beleven. De medewerkers, ik zal ze vandaag regelmatig noemen, mensen die mee hebben geholpen om vandaag onze triathlon tot een succes hopelijk te maken. We starten. Het geluid wat u hoort, dat is het geluid wat door Joop Ritter speciaal voor deze triathlon is ontworpen. 10 seconden. Ja.
stadion. Waar ik ondertussen alle tellers hartelijk bedanken dat ze zo keurig op tijd aanwezig zijn. Dames en heren, medewerkers, hartelijk dank. En daar heeft ons perfect voor gezorgd, want alle teltafels zijn gezet. En dat is in vergelijking met dit vorig jaar is dat natuurlijk klasse. En als het twee uur, dit is de start van de eerste groep die om exact 8 uur begonnen zijn aan een triathlon. En 29 minuten. Op het moment is het 12 minuten over 8. Ik denk dat de eerste triatleet over een paar minuten alweer het zwembad zal verlaten. Ik kan wel goed de betere van de mindere goden onderscheiden. Ik ben in ieder geval blij dat ik niet in het water lig. Ik vraag me af wat er in al die hoofden omgaat. Nummer 15 maakt op het moment een zeer goede indruk. Hij gaat met een gestaag ritme, haalt hij menige zwemmer in. Ik verwacht dan ook dat hij bij de eerste groep zal horen. Volgens de stijl is hij mooi. Hij heeft een hele goede stijl, ja. En gewoon doorhappen. En gewoon gaan. Dus kijk, joh. Scheid naar alle reputaties. Ongelooflijk. Hij gaat er al uit, kijk. Hij gaat er al uit, ja. Als ik het niet dacht. Hij is zelfs de eerste. 15 minuten. We zitten nu op 14 minuten en 30 seconden. Ik heb 15 minuten. 15 minuten. Dan heb ik het toch goed gezien, want die man maakt inderdaad een zeer goede indruk in het water. Een scherpe tijd. Die jongen heeft een behoorlijke voorsprong, zeg. Hij is inderdaad een afgetraind lijf, deze man. Ja, dat is ongelooflijk. 15 minuten. 15 minuten. Dat was de eerste uit de kaart. Kijk, daar gaat de tweede al. Wat? Ja, in de achtervolging. Nummer 2. Tjonge jongen, dat we verschillen, zeg. Even je moet even vragen hoe het ging aan voor zullen. Ja, ja. Even, er zijn tijd voor. Elke seconde is belangrijk in dit deze sport. Geen druppelende zwemmers naar binnen. Zou het naar vinden of gaat nummer 64 de poort uit.